Ja, ik denk dat er niet één veehouder is in Nederland die meer jong vee is gaan houden. Ook wij hebben keuzes moeten maken. We moeten krimpen, dus keuzes maken. En dat betekent strenger selecteren. Dier wat je aanhoudt kost tijd en geld en fosfaatruimte. Dus we kunnen onze geen missies veroorloven. Dus daarom hebben wij gekozen voor fok op maat. We weten nu precies welke vaaskalveren ons meer rendement op gaan leveren. En van welke dieren we beter afscheid kunnen nemen. We hebben het ondereind van de veestapel opgeruimd. En de kalveren die niet goed genoeg zijn, gaan meteen weg. En dat zijn soms lastige keuzes. Ik zie ook wel eens een dier vertrekken die ik best had willen houden. Maar uiteindelijk telt gewoon wat je onderaan de streep overhoudt. En we melken dus nu minder melkkoeien, maar wel met beduidend meer melk. Dus het saldo per koe ligt bij ons vele malen hoger. Zo halen we met gemak meer rendement uit onze eigen melkkoeien.